Hey Blakkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 Zwijdenhof. Ik had namelijk de map had ik verkeerd. Het is niet Zwischenhof, maar Zwijdenhof. Daar was een foutje van mij. Dat is ondertussen aangepast. Maar ik wil jullie allereerst heel erg bedanken voor alle support op de eerste aflevering. Super tof, dank jullie wel daarvoor. En ik zag ook een aantal tips over de Place Anywhere mod. Nou, ik heb hem eventjes geüpdate en nou werkt die wel. Dus we kunnen nu een aantal silo's neerzetten. En zoals jullie weten heb ik natuurlijk een post op Instagram gedaan. Ik ben vergeten om er een screenshot van te maken, maar de Ideal die stond op nummer 1. Dat houdt dus in dat we de Ideal gaan kopen. En we kunnen altijd nog misschien, denk ik eigenlijk niet, we kunnen altijd nog naar een andere oogstmachine gaan. Want weet je, de oogstmachine, de Ideal, die wel 100.000 liter inhoudt en je kunt 20 km per uur mee gaan oogsten. Dus dat is wel heel erg prettig. Dus we gaan vandaag gewoon oogsten en gewoon kijken wat we vandaag allemaal gaan doen. Maar voordat we dat gaan doen, moeten we allereerst eventjes de silo's neerzetten. Dat is niet die. We hebben nou in ieder geval al de zaadsilo. Dus wat hebben we allemaal nodig? Onkruid doen we niet. Liquid fertilizer moeten we eigenlijk wel hebben. Lime station hebben we sowieso nodig. Kijk, maar nou kan ik hem gewoon zwart, kan ik hem helemaal ingooien. Zie je dat? Bij wijze van. Maar dat doen we niet, want er moet nog een klein beetje ruimte tussen zitten. Dat we in ieder geval ook nog tussen kunnen zitten. Dit is de lime station. Solid fertilizer is op zich ook wel prettig. Had ik misschien een beetje andersom kunnen doen, maar goed. Ja, nou kan ik alles namelijk veel dichter bij elkaar neerzetten. Dat is ideaal. Hebben we solid fertilizer, liquid fertilizer. Nee, liquid fertilizer niet. Solid. Seed, solid, lime. En dan denk ik alleen nog liquid fertilizer, toch? Ja, ik denk dat dat het enige is wat we nog moeten doen. Dan hebben we alle silo's die wij nodig hebben. Hebben we neergezet. Plop. We gaan nog heel eventjes het terrein aanpassen naar... hoe deed het ook alweer? C toch? Ja, C. Even de goede hebben. Volgens mij moeten we dan deze hebben. Nee. Die? Ja, laat het zo doen. Even kijken hoor. Je kunt niet onder die gebouwen. Dat is wel heel erg vervelend. We moeten wel een beetje netjes eruit zien, hè? Ik ben nog steeds aan het proesten en hoesten en aan het doen. Dus dat is een beetje jammer. Kom op nou game. Doe niet zo achterlijk en werk gewoon meer. Waarom kan ik dat stukje kan ik niet painten? Dat is toch onzin? Nou ja, dan moeten we alleen nog eventjes een beetje gras hebben. Dan maken we dit even gras zo. Alsof er niks aan de hand is. Zo. Top. Nou, dan hebben we in ieder geval de silo's neergezet. Ze staan misschien niet helemaal symmetrisch op elkaar zoals je ziet. Maar op zich maakt het niet zo heel veel uit. Dan is het tijd om de Ideal te kopen. Want dat wouden jullie graag. De Ideal. Dus dat gaan we dan ook doen. Die staat op mijn website. We hoeven niet de duurste versie te doen. Je kunt er 9 en 2 doen, maar... In principe is dat niet echt nodig. Vellig kleur kunnen we aanpassen, maar dat doen we niet. Dan doen we die kopen. Och, een bult geld, jongens. Goeiedag. Moeten we de Power Flow. Die moeten we ook in Blocky Games hebben. Die mag gekocht worden. Wat stond er nou? Geen ruimte meer. Pardon? Hoezo geen ruimte meer? Ah, dan moeten we even aan de kant. Zo. Nu wel. Powerflow. Blocker Games kopen. En dan moeten we nog zo'n kaartje hebben. Dat is wel eventjes een dingetje. Dat kaartje. En die mag in het zwart. Want de Ideal is ook in het zwart. Nee, ik hoef er niet nog eentje kopen. Zo. Dan gaan we hem aankoppelen. En dan gaan we het eerste veld gaan we oogsten. En ja, dieren kopen. Moeten we ook nog doen. En deze keer, ik was inderdaad, de laatste aflevering van Ravenport was ik inderdaad helemaal vergeten om de paarden te verkopen. En we waren daar zo druk mee, maar ik heb ze helemaal niet verkocht. Dat was echt heel stom. Alle reacties stonden er van vol. Lars, waarom heb je nou die paarden niet verkocht? Je hebt er zoveel moeite in gestoken en je verkoopt ze niet eens. Nee, dat klopt. Dat was een foutje. Maar ja, goed. Ik hoor dat hij goed staat. En dan gaan we naar het eerste veld. Moet even kijken, want ik zou het liefst eigenlijk haven willen hebben, dat we direct zo meteen paarden kunnen kopen.
Haver. Dat is veld 13, dus dan gaan we veld 13 gaan we oosten. En het stroom moeten we natuurlijk ook, we kunnen balen gaan maken. Maar we kunnen het ook gaan oprapen in een hooi silo. Maar ik zit even na te denken, wat is handig? Ik weet niet of hier de triggers wel werken om die, zeg maar, de balen trigger, of die het wel doet. Dat weet ik dus niet. Die meneer wacht ook gewoon niet, hè. Er is een zebrapad, die vent wacht ook gewoon niet omdat er een vrouw overheen loopt. Dat was de vorige keer ook al zo. Ja, ik wil heus wel balen persen. Dat vind ik op zich wel leuk werk. Maar ik weet alleen niet of dat nou wel handig is. En ik weet dus ook niet. Ja, anders moeten we gewoon die, die stroopblazen moeten kopen. Dat kan op zich wel. Dat is misschien ook wel geinig. Hou nou eens op met dat laggen, want dan slaat die automatisch op. Soms is dat best vervelend. Als die automatisch opslaat, want dan loopt die hele game vast. Even kijken. Hier is het veld. Het is een klein veld. We gaan zelf gewoon oosten. Dus deze mag afgekoppeld worden. Zo. Het eerste gedeelte gaan we nog niet uitpoepen, omdat we een beetje draairuimte nodig hebben. Even kijken, een stroomzwaarder uitschakelen. Ja. Dan gaan we eerst even een rondje rijden. Oh ja, meer is uitvouwen. Eerst een rondje rijden en dan kunnen we op en neer. Want we rijden hier 20 km per uur mee, hè, met deze combine. Hij is te vinden op mijn website, bloggergames.com. Daar kun je deze mod vinden. En dan gaat het helemaal goed komen. Zo, kijk. Oh. Kijk, nou, we gaan 20 km per uur met het oosten. Dat gaat ongelooflijk snel. Is niet realistisch, ik weet het. Maar het is wel ideaal. En doen we gewoon eerst eventjes één randje. Zo. En hier zal wel niet zo heel veel stroom vanaf komen, want ja, dit is niet het grootste veld. Maar er is niet zo heel veel uit. En zo kunnen we altijd nog een paar velden bij kopen, maar we moeten ook eerst dieren kopen. Want dan wil ik in ieder geval direct al beginnen met paarden, dat die in ieder geval direct al getraind kunnen worden. En dat we die dan kunnen verkopen, want ik moet ze toch wel echt een keertje verkopen hoor. Anders heb je er nog niks aan. Maar ja, goed. Ja, ik kan er een timelapse van maken. Dat is op zich een idee. Maar je ziet gewoon hoe snel deze combine namelijk rijdt. Dat is ideaal. Deze hebben we ook in de subserver zitten. Wat ik elke zondag stream. Oftewel hebben we dus gistermiddag gedaan. Elke zondag stream ik Farming Simulator 19 multiplayer op Twitch. Met de subscribers. Op de map Frisian March hebben we op dit moment erin zitten. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, we zijn één rondje zijn we geweest. Dat houdt in dat we nu eerst eventjes uitlaten. Ja. En dan is de bedoeling om dus het stro uit te poepen. Gebeurt dat nu? Dat duurt eventjes. Want dat de combine zo snel rijdt, duurt het eventjes voordat het stro er aan de achterkant uitkomt. Zo. Kijk. We hebben mooie stroozwaren. Ik zit te denken. Ik weet dus niet. Ik zou heus wel balen willen gaan persen hoor. Ik vind dat wel mooi werk. Een keer wat anders. Maar dan wel vierkante balen. Geen ronde, maar vierkante. En dan hebben we die dan ergens kunnen opslaan. Weet je, de velden in deze map zijn niet zo denderend groot. Dus dat houdt ook in dat we niet zo heel veel balen eruit krijgen. Dat ik het dus in principe gewoon met de hand kan opruimen. En dat vind ik op zich ook wel leuk werk. Balen stekken. Is niet mijn beste optie wat ik kan. Maar ik vind wel, soms vind ik het wel gewoon geinig om te doen. Weet je, zo moeten ze dat ook in het echt doen. Dus waarom zou ik dat niet in de game doen, toch? En de mensen zijn ook dat ik een verrekker moest kopen. Dus dat gaan we vandaag ook nog doen. Maar ik zag dat het liepheer, die was teruggekomen. Maar ik denk niet dat we die gaan nemen. Ik denk, omdat ik al wel best wel vaak de Manitou heb gebruikt in mijn streams. De Massey Ferguson verrekker wil ik daar graag gebruiken.
Maar er zit ook wel leuk geluid in namelijk. En het is ook ietsjes goedkoper. Dan de Manitou verder. Kijk, Manitou is natuurlijk wel veel mooier. Maar omdat ik die al wel redelijk vaak heb gebruikt, doen we dat niet. Maar toch hebben we 10.000 liter aan een haver, hè. Zo. Ja, ik denk dat we gewoon balen gaan persen. Vierkante balen gaan persen. Dus die kunnen we ook nog kopen. Maar laten we ze eerst eventjes paarden gaan kopen. We moeten ook geld hebben voor de dieren natuurlijk. En we gaan niet meer cheaten. Want we hadden al 3,5 miljoen euro in gecheat. Dus dat gaan we niet doen. Hebben we ook nog veld 17. Dat is het veld. Welk veld is de daar? Daar zit volgens mij tarwe in. Dat is voor de kippen. Dus dat moet ook goed komen. Zo. Laatste beetje van dit veld. Het laatste beetje. Mooi. Ideal is aan die arbeid. Nou, mooi. Kunnen we die... Dan zetten we hem uit. Tuurlijk, loop maar weer vast. Even kijken. Laten we de Nieuw-Holland gebruiken. Ik heb het idee dat, dat het geluid wat zacht staat. Of ligt dat aan mij? Volume staat nog op 70%. Zal wel aan mij liggen. Nou. Trillen aankoppelen. Ik wil een mooie thumbnail maken. Zometeen. Oh, ik zat met mijn draadje. Klink. T6, Blue Power. Jullie vonden trouwens de T6 van jullie wel mooi trekken. Dus ja, maar dit is ook een hele vette kleur, hè. Blue Metallic. Vind ik ook tof. Dus doen we even GST. En dan doen we die weg. Zo. Kijk, dan kunnen we mooi een thumbnail maken. Kijk, dan gaan we een beetje de lucht in. Oh. Oké, dit is toch dik. Ietsjes hoger de lucht in. Printscreen. Mooi. En dan mag hij ook weer terug. Nou, dan hebben we in ieder geval het eten. Laten we nu allereerst eventjes paarden gaan kopen. Maar de paarden zijn volgens mij... ja, die zijn hier. Dus dan moeten we eventjes een stukje gaan rijden. Op Vederhof. Waar moeten we de paarden kopen? Hier. Ja, we doen van elk soort doen we gewoon weer eentje. Dus daar. Van elk paard hebben we dus 1, is 42.000 euro. Bevestigen. Ze lopen ook gewoon hier rond, hè. Het zijn best wel wat paarden, hoor, wat we dan hier hebben. Nou, dan moeten we dus met de Nieuw-Holland dus even daaien. En dan moeten we binnenkort ook gaan maaien. Maar ik weet niet of wij... hoe heet dat? Ik weet dus niet of wij het hooi ook kunnen opslaan. Dat weet ik niet. Maar hoe kom ik bij het Vederhof? Niet via hier. Ik moet hier de weg op. Dan moet ik naar beneden. Ik moet... Waar moet ik de weg op? Ik moet hier de weg op. Door een plas water in hier. Dat is ook wel tof. Kijk, dit is veld 17, zit de sojabonen op. Kijk, en dan moeten we dus rechts. En dan komen we bij de paarden uit. En de Mahindra en zo komt ook allemaal terug voor de eieren. Dat gaat allemaal goed komen. Heuveltje op. Even kijken, maar dan moeten we natuurlijk wel even kijken waar we dit moeten dumpen. Hier? Ja, hier. Oké. Hier dumpen we het haven.
Waar komt het dan te liggen? Oh, dat komt hier. Oh, maar dit is wel tof. Oh, dat is wel het lijkt nu net of het smerig is, maar dat is het niet. Hebben ze al het haven aangenomen? Lijkt mij haast wel. Ja. Water, stro, hooi. Nou. Dan kunnen we de combine direct op veld 17 neerzetten. Oh, ik kan hier niet terug. Ik moet even draaien. Dan kunnen we de combine op veld 17 zetten. En dan, wat kunnen wij dan eventueel gaan doen? Ja, halenpersen misschien wel. Dat is op zich wel een idee. Toch? Nou, dan kunnen we dus de combine hier neerzetten. Wat is het nou? Ja, sojabonen. Nou, ga je hem op helpen. En dan wil ik... we hebben in ieder geval paarden. Dit zijn sojabonen. Ja, kippen. Die zijn niet zo heel duur. Koeien. Die zijn wel wat duurder. Laten we eerst even de verrekker kopen. Deze Massey Ferguson, die is 93.000 euro. Dus dat valt op zich nog meer. Nokian banden. Dat ziet er op zich wel leuk uit. Maar ik denk dat Trelleborg mooier is. De Massey. Met de benodigde balenspies. En dan een balenwagen, die moet ik dan echt nog een keertje downloaden. Een andere. Niet de standaard in-game, maar gewoon echt een platte wagen. Je hebt die ene van Fleagle, die in de mod-up staat. Maar je hebt waarschijnlijk ook wel andere die in, gewoon vanaf het internet te vinden is. Dus laten we dat eerst even doen. Even naar onze nieuwe aanwinst, de Massey. Ik vind dat wel een leuk geluidje, het geluid van die Massey. Nou. Zo, hoe eigenlijk even zo doen, hè. Oppassen dat we geen mensen aanrijden. Oeh. Scheelde niet veel. Knallen we niet tegen dat bord aan, dan? Nee. Bij lange na niet. Zo, dan moeten we even een balenpers kopen. We zetten deze op de boerderij en dan gaan we een balenpers kopen. En gewoon balenpersje. Even kijken, laten we dan deze keer even de staaien gebruiken. Voor het balenpersen. Ik heb de Kuhn balenpers gekocht, want jij, die Nieuw-Holland is er niet meer. Dus we gaan gewoon... Maar ik vind die Kuhn vind ik persoonlijk ook veel mooier, hoor. De Massey staat daar. Dus halen we de balenpers op en dan gaan we even balenpersen. Kijken of die de balen gewoon aannemen. Of dat we ze moeten verstrooien. Dat kan natuurlijk. Dan moeten we ook dat ding aanschaffen. Ah, daar zouden we meer vallen. Nou, daar zijn we. Bij het veld met een nieuwe balenpers. Volgens mij die tour, dat geluid van die tour klopt ook niet, hoor. Hij gaat... Die trekker gaat in één keer in een volle toer. Als ik hem aanzet. Kijk, nou, is die, nou klopt hij wel. Wat zeg je daar? Nou, ik ben benieuwd hoeveel balen we hier uitkrijgen. Ja, weet je. Het is een grote bek. Het is niet volledig bemest volgens mij. Nou, we hebben de eerste balen al gemaakt. Maar ik ben benieuwd hoeveel balen. Ik doe een gok. Ik denk dat we hier... 7 balen uitkrijgen van dit veld. 7 balen. Eens kijken of mijn... of mijn ingrip goed is. Hoeveel zwaarden hebben we nog? We hebben een aantal. Ja, ik doe gok. 7 stuks. Nou, laat maar. We zijn al over de 7 balen. Dus mijn schatting was eigenlijk te laag. Wat dat hier nou zoveel balen vanaf komen? Ja, moet je kijken. We hebben er nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toch? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nee, we hebben er al 7. Nou, mooi. Maar ik weet ook niet hoeveel stro natuurlijk die paarden aannemen. Hè? Dus dan zijn we zo ook direct weer kwijt. Maar we pakken er zo meteen direct eerst eventjes 3 op. Of 2 op. Dan rijden we eventjes naar de paardenstal. Even kijken of die trigger het doet. En anders moeten we zo'n zo'n stroblazer kopen. Het is niet anders. Ah, ik ga even uit dat het toch wel werkt. Dit is een modmap dat ze dat toch wel hebben gedaan. Toch? Ah, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ja, ik weet wel dat we met de laatste zware bezig zijn. Dan poepen we de rest van de balen. Poepen we uit.
Dat moet wel goed komen. Zo. Zetten we uit. Mag je uitpoepen. Nou, hoeveel balen hebben we geperst? Maakte balen 12. Oh, netjes. Netjes. Nou, even een plekje vinden voor de balenpers. Halen we de massie op. Ik denk dat de balenpers wel mooi hieronder zou staan. Want we hebben in ieder geval voldoende plek voor alles. Dus wij hoeven ons nergens zorgen over te maken. Dat we te weinig ruimte hebben. Oh, je kan mooi hier staan. Zo. Ik kan deze weer terug en dan gaan we de massie in. Let's go! Pak we even twee balen op, even op elkaar stapelen, even naar de paden rijden. En dan gaan we de volgende keer gaan we de balen opruimen. We hebben hier toevallig twee balen staan. Balen laden in. Oh ja, met balen bezig is toch makkelijker dan met pellets. Pellets, daar ben ik niet zo held in. Balen ook niet, maar beter dan met pellets. Nou, we hebben ze hier op staan. Paard is niet zo heel ver rijden. Combine is klaar. Kunnen we legen. Dus even kijken of de paarden dit aannemen. Zo van die verse strobalen. Oh. Nou, dan moeten we even kijken waar wij het stro moeten dumpen. Misschien wel gewoon in een food trigger. Dat kan. Dat die gewoon hier neergelegd kunnen worden. Nee. Misschien hier. Ja, ik zou het niet weten, joh. Ik denk toch hier. Denk ik, hoor. Moet even naar binnen rijden. Zorg dat we niks raken. Misschien moet je wel met balen werken. Dat kan natuurlijk. Even kijken hoor. Het kan ook best zijn dat dit niet werkt. Maar die pakken ze niet aan. Deze wel. Nee, ook niet. Gaan we toch niet vertellen dat dat niet gaat werken. Hè? Dat is echt heel vervelend. Ik snap het niet. Waarom zou dat niet werken? Het zijn toch gewoon balen. Toch? Hier dan. Ook niet. Ja, dat is vervelend dat er niet bij staat waar het zeg maar voor is. Wat hooibalen pakken ze dan wel weer. Oh, wat is er vervelend. Maar wat was de kooptrigger nu? Dit toch, of niet? Dat is de verkooptrigger. En hier? Dat is onbekend. Maar wat is dit voor trigger dan? En waar moet überhaupt het water? Ik weet ook niet waar het water moet. Ja, we hebben hier al een aantal strobalen. Maar ik denk dat hier ook het verkooppunt is. Denk ik. Maar er staat ook niet iets van... je moet dit hier dumpen en je moet dat daar dumpen. Nou, laten we even via de andere deur proberen. Doen we deze dicht. Doen we die open. Ik denk dat het net aan de andere kant is. Maar anders zou ik het niet weten. Het zou wel echt lullig zijn als het gewoon niet werkt. Ik zie het ook nog wel gebeuren. Nou ja, dat stroom, dat weet ik dus 1, 2, 3 niet. Dus als jullie me daarmee kunnen helpen. Misschien dat jullie deze map wel hebben gespeeld. Laat me dan alsjeblieft weten. Ik zou het niet weten. Maar goed. Jongens, en ook waar ik het water moet kwijt moet. Want ik weet niet wat dit is. Volgens mij is dit het water. Ik denk dat we hier het water moeten. Nou, dit is het eten. Nou, dit is het kooptrigger, maar dan moet dit toch de strootrigger zijn. Want je kunt hier volgens mij niet met een trekker en een... Alhoewel, ja, ik denk dat het wel kan. Maar goed. Laat maar eventjes weten.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. Dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering. Kalm!